Televidente, bom menino, outro início de Time Out. Agora em Time Out, nós estamos para um campo de futebol que está em um lugar dia 21 para 25 de abril. Body capa de Feyenoord. Nós invitamos para hoje o senhor David Abdul e Robin Nielsen. Ambos estão ex-Feyenoorder e não estão coordenando o campo aqui na Aruba. Nós vamos em Time Out. Quando você quer, nós estamos conversando com o David e Robin. Televidente, danke por estar conosco. Estou junto com David Abdul e Robin Nielsen. Ambos estão preparando o curso que vai ter lugar dia 21 para 25 de abril. Como os primeiros, eu vou falar em holandês. Robin, jij bent een van de motoren hierachter. Ja, klopt. Wat kunnen we verwachten van deze kamp? Het is sowieso een Feyenoordkamp. Dat Feyenoordkamp is al in meerdere landen geweest. We zijn 2 jaar geleden op Curaçao geweest. We zijn net 3 weken terug van Cuba. En ik als half Arabaan, half Nederlands, heb ik met Feyenoord besproken dat we echt dat kamp op Aruba komen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Wat kunnen we verwachten? Nou, in ieder geval een kamp van 21 tot 25 april. Dan kunnen de kinderen zich inschrijven voor die week. Het bedrag is 400 gulden. Dan krijgen ze in de plaats daarvoor krijgen ze een Feyenoord tenue. Een Feyenoordbal en training van 2 jeugdtrainers van Feyenoord en 2 ex-profvoetballers van Van dit zijn jullie 2. Maar daarmee kijk ik dingen horen hier, David. Sí, a mí está mi conocer Robin Feyulanda. Nos son un tu ding antille. El tiempo en que estaba tan tía en la selección. Y Robin apuntará a mí si me queda ayudar en su campo, o sea, en su Caribbean Sports Foundation. Que está un foundation con Robin Alanda y la pedí para ayudar en su final soccer camp que está bien a Aruba, con Robin a papi y a mí está willing de ayudar Robin en esa aquí. ¿Qué te puede decir? Bueno, a mí está ya, doy con Robin también en Holanda. Robin tiene un caso en Aruba, si está bien en 6 días para años, pero doy con a mí también aquí y me conoce a él aquí y me ayuda. ¿Está haciendo trabajo logístico? Ya, en Aruba. ¿Está todo difícil para atraer Feyenoord? Ja, het was een heel fácil, maar in Robin Abisa, dan Feyenoord kwam bij full mundo, rond mundo, dan bij Afrika, dan bij Cuba, dan naar Curaçao. En door kon Robin de Rubiano tambe, en la poba trek Feyenoord bij Aruba. En dan doen we oké, dus dan nog lotten naar Curaçao en dan bij Aruba. Wat kunnen we verwachten voor de kinderen met deze kamp? Sowieso is het belangrijk dat ze een hele leuke week hebben en dat ze ook wat kunnen leren, maar belangrijk is ook dat ze in beweging komen en sportief bezig zijn. En dat is belangrijk. En natuurlijk met onze achtergrond kunnen ze ook wat leren. En, net wat ik al eerder zei, in Nederland zijn de bedragen veel hoger. Maar doordat we sponsors hebben gekregen... Wie ook zijn de sponsors? De sponsors zijn AMC Unicon, Divi Resorts, Compra, Interprint, ATA en vanuit Nederland Woonbon. Dus die hebben het eigenlijk ook mede mogelijk gemaakt dat de kinderen voor een veel... minder bedrag mee kunnen doen met dit project. Ik zie hier 6 tot 16 jaar. Zal er iets gedaan worden voor ik noem maar iets, de beste speler, krijgt iets apart? Klopt, ja. De beste speler, die wordt gekozen door de trainers. Die krijgt dan uiteindelijk een stageplaats bij Feyenoord. En dan mag die laten zien of die goed genoeg is om bij Feyenoord te mogen blijven. Wanneer en waar? Oké, waar is de Rotterdam? Wanneer zal dat gehouden worden? Sowieso na het kamp en dan gaan we later bepalen met de speler zelf wanneer dat is. Dan mag die zich bewijzen. Dat is mooi. Is de bedoeling om elk jaar met dit kamp te komen? Ja, het is zeker de bedoeling van Feyenoord dat we hier elk jaar terug gaan komen. Dus dit is de eerste keer. Ik moet zeggen dat de andere kampen hartstikke goed verlopen waren. We gaan ervan uit dat dit ook goed gaat komen. En ik en David en Feyenoord zetten ons heel erg in om te zorgen dat we op Aruba komen. En niet 1 keer, maar meerdere keren dat we blijvend zijn. Televidente, laten we even een time-out kort. Ik zie hier als we in Berkelsen komen. Zo nogmaals goed, David Abdul en Robin Nielsen.
saqué de poster que vos te vas a ver, mira tu camino aquí en Aruba, de camp de Feyenoord. Kunnen we iets meer verwachten van deze camp? Zeker weten. Dit is zeker niet de laatste keer dat Feyenoord van zich laat horen, want het is namelijk zo ook de opbrengsten. Natuurlijk heb je heel veel omkosten voor het project, maar er is zeker nog een groot gedeelte, of een gedeelte over van het kamp. Want al het geld wordt eigenlijk in de Caribbean Sports Foundation stichting gezet. En dan blijft er nog een gedeelte over en met dat gedeelte dan stoppen we ook nog in de maatschappelijk project hier op Aruba. Dus Feyenoord wil zeker die nog... Die nog bepaald moet worden? Ja, die nog bepaald moet worden, waar we in overleg met Feyenoord en met de sponsors kunnen beraten. Waar een mooi project waar we dat het in kunnen zetten. Dus het is echt voor een goed doel. Dat is mooi. Dat is mooi zeker. Om te horen. Ik kreeg het al ook in. Probeer de tracker die zei daarom. Nou, dat is goed. Ik zie een missie documentaire in Bobagre ook para nosso primeiro ministro e me saque que é barre na ministério também. Bossaco tem futebol de deporte mais grande na Cuba e Bossaco pode um pai barre na falta um feltje of so futebol tá fácil para pôr dois gols e emocionar para um. Dus tem a parte de Emilio Judo Robin seguro também, tem a parte de maçambra projeto aí e também é tryout com Feyenoord tá bit anta algo tremendo. Passou te hopi um doco de talento, pero não tinha contacto ou maneira para chegar. E essa aqui é uma maneira que eu tenho chance. A mim mesmo, a Esparta, são três ou de 12 man. E malogra, uma sete ainda. Dus, essa aqui é algo great para muita que tinha sonho para ver um profissional. Que eu dormi no camp e vai num clube como Feyenoord. Het gaat goed met Feyenoord, ja. Nu gaat het goed, ze doen mee het kampioenschap. Dus. En trouwens, Feyenoord jeugdopleiding is ook als nummer 1 jeugdopleiding in Nederland. Ja? Oh, dat is mooi, want... Dus dat is goed voor de spelers ook. Ja, zeker weten. Ja. Maar kijk, 6 tot en met 16 jaar. Ja. Jullie hebben hoeveel mensen nodig om jullie te helpen? Nou, dat is qua kinderen kunnen er maximaal 150 kinderen zich aanmelden. Dus er zijn maar een beperkt aantal kinderen die mee kunnen doen. Het probleem op Aruba is dat je maar één veld hebt. Als je meerdere velden bij elkaar hebt, dan kan je meerdere kinderen uitnodigen. Dus we zijn beperkt met het aantal kinderen. Dus de kinderen moeten zich snel inschrijven omdat er niet veel plaatsen zijn. Waar moeten ze melden? Ze kunnen zich melden bij CaribbeanSportsFoundations.com of bij David. Kunnen ze ook bellen. Welke nummer heeft David? Mijn nummer is 592-5235. Nog een keer, 592-5235. Dus op die twee manieren kunnen ze zich inschrijven en kunnen ze ook meer informatie nog van het kamp verkrijgen. Tot hoe lang blijf je hier? Tot en met april? Nee. Ik ben nu bezig om dit hier allemaal te organiseren. Okay. Samen met David, als dat geregeld is, ga ik terug. Ik denk nog een weekje. En dan kom ik in april sowieso weer terug naar het kamp. Fantastisch. Voetbal nog steeds? Nee, helaas niet meer. Sinds 2 jaar niet meer ben ik geopereerd aan mijn knie. Dus helaas ken ik niet meer voetballen. Dus, maar daar heb ik mooie tijd om met dit soort projecten bezig te houden. Zeker weten. Dus, maar doe je dit ook in Europa? Ja, in Nederland ben ik ook trainer van Feyenoord bij de jeugd. En dan heb je ook zulke kampen als deze. En net wat ik zei, ik ben ook al pas in Cuba geweest. Dus ik ben ook trainer bij Feyenoord nu geworden. Oh, dat is mooi. Televidente, reservafeetje bij Nieuwe Wiedersingerief in april. Daarbij tien je camp die Feyenoord. Organizado por também dois jeugdtrainers de Feyenoord Kinala. E Miho, na mesma escolha, lo ha un chance para hacer un tryout na Holanda. David, por ejemplo, Bibo, de un tryout que ahora sí na Holanda, y na firmele, tempo de Sparta. Nele Seto Rubiano, él ha jugado para ahí spelen voor wie? Feyenoord en? Ja, FC Utrecht, AZ. Ja. En in Oostenrijk nog 3 jaar bij Red Bull Salzburg. Ook, dus het is een experience, basta grande, dat je nog beginnen. Het algo, verdaderamente. Ik moet je dan meestal in de 6 of je 6 zeggen. Bij inscribie, CaribbeanSportsFoundation.com of jammer David Abdul, naar 592-5235. Hey, alle beste jongen. Dank je. Met jullie kamp. Allee, thank you. Hoop je zo hard. Dank je. Ik kan beginnen. Het is een privilegie, Bravo. Zeker, great.